the time here. All I had left.
Places where I should never have been.
So tonight I'm going to say goodbye. To the darkness in me, I want to become someone new. Learn to love real me. Was right. Ik rolde in een gebouw in het midden van een grote stad. De hoofdstad van Groot-Brittannië. Het was een vrij dure wijk, alleen dit gebouw was sociale woningbouw. De bochten zag allemaal niks kosten bij de bouw. En keer op keer waarschuwden we de huisbaas en de gemeente van joh. Jullie moeten wat doen aan die buitenplaten op het gebouw. Want als die een keer in de fik vliegen, dan gaat het mis. Niemand luisterde natuurlijk. Ja, de burgemeester luisterde, maar die moest de gemeenteraad weer meekrijgen. De gemeenteraad was zoiets van, we're the city of London, boeien. En toen gebeurde het. Met een brand, met een hele grote brand. De beplating van het gebouw vloog in de fik, was uiterst rambaar materiaal. Heel veel mensen werden het slachtoffer van deze brand. In Grenfell Tower. Het gevoel in onze wijk, in de buurtbewoners, was van, we moeten de straat op, we zijn het zat. Een revolutionair gevoel, maar vooral voortkomend uit verdriet en frustratie over dat er nooit iemand naar ons luistert. We dachten, fuck it, tijd voor een revolutie. Ja, zover is het nog niet gekomen, maar het gevoel is gebleven. Het gevoel is gebleven. Revolution.
Deze is voor Edward Snowden en andere klokkenluiders.